Sterrenbeeld Boogschutter. Boogschutter, van harte welkom op het kanaal van Miraije online. Miraije hier. Leuk dat je komt kijken naar jouw allereerste maandlegging voor het jaar 2021 Boogschutter. Ik ben heel benieuwd en ik heb er natuurlijk ook weer heel veel zin in. Um, allereerst, natuurlijk, wil ik jou voor 2021 heel veel uh, liefde, uh, goeds, uh, mooie dingen wensen en vooral een hele goede gezondheid. Dat 2021 echt mag gaan sprankelen voor jou. En uh, uiteraard wil ik jullie ook allemaal nog heel erg bedanken. Ik krijg zoveel lieve wensen van jullie in de reacties op dit kanaal, op Facebook, op Insta, via WhatsApp. Uh, hè, en alles wat ik vergeet, sorry. Ik, uh, hè, ik, ik zeg het even zo in het algemeen. Ik vind het zo ontzettend lief van jullie. Dank jullie wel. Het is echt hard verwarmend. En uh, ja, we gaan lekker beginnen. Voor alle informatie kun je even hier onderaan de video op de beschrijving klikken. Daar vind je eigenlijk alle informatie uh, uh, wat je waarschijnlijk wil weten. Of mocht je dat willen weten, laat ik het zo zeggen. En uh, ja, we gaan eventjes algemeen kijken voor jou. Maar ik gooi er wel een vleug liefde doorheen. Ik heb het eigenlijk zo ontzettend druk dat ik geen tijd heb... om uh, zowel een algemene als een liefde te maken. Ja, dan kan ik ook voor het een of het ander kiezen. Maar ik kan hem natuurlijk ook gewoon lekker even door elkaar mixen. Daar pakken we straks ook nog wat extra kaarten bij. Misschien dat ik later nog wel terugkom met, uh, met iets op liefde. Uh, maar ik durf nu niks te beloven. Ik heb het gewoon zo druk uh, en ik moet eerst heel veel werk eventjes wegwerken voordat ik uh, weer aan video's toekom dus dan weten jullie dat we gooien hem gewoon eventjes helemaal door de mix vleugje liefde door doorheen en uh, dat gaat gewoon helemaal goed komen mensen nou ik ga hier even met madame lenneman uh, aan de slag kijken wat zij uh, hier uh, ter verdieping verduidelijking en aanvulling op uh, wil geven dus uh, daar gaan we wat mogen wij we weten voor de boogschutter voor januari 2021? Kom maar door. Zo, nou we beginnen met de kist. En dan heb ik hier een document. De roede. Nou, dat komt gelijk al heel erg overeen. De boom. De ijsbeer. Zo. Hé, hey, boogschutter, dat ligt er helemaal niet verkeerd bij. Even kijken. Ik hou de kaarten natuurlijk in de buurt voor het geval dat ik nog extra kaarten wil hebben. Uh, dit is waar jij in verkeert of binnenkort in gaat verkeren. Uh, dit heeft er eigenlijk tot geleid, of gaat ertoe leiden dat je hierin zal gaan verkeren. Um, het kan nooit 100% met alle boogschutters resoneren, uh, want dan zouden ook alle boogschutters. Precies eenzelfde leven leiden. Je kunt er van alles uithalen en doe ermee waar je wat mee kan. Je kan hem altijd later nog eens even terugkijken. Maar je kan ook eens even kijken naar jouw maantekenvideo. Nou. Bij bloem.be kun je gratis een account aanmaken. En dan kun je daar je maand bijvoorbeeld even laten berekenen. En dan kun je ook eens naar je maanteken kijken of naar je ascendant. En dan krijg je weer even net een andere indruk uh, ja, voor jezelf. Kijk even wat je ermee kunt. En uh, ja verder voor alle consultmogelijkheden kun je kijken op www.mediummiraje.nl Of voor een direct telefonisch consult ga je naar www.puremedium.nl Wat heel leuk is, is op Pure Medium vind je ook heel veel informatie over. Sterrenbeelden, soulmate, chakras, kaart uitleg. Maar goed, dat even allemaal gezegd hebben. We gaan lekker beginnen. Uh, normaal begin ik altijd hier, maar ik vind het eigenlijk beter dat we gelijk hier gaan beginnen, omdat je hier nu nog in verkeerd, net in verkeerd hebt uh, en daarna onderweg bent of daar net in zit. Nou, wat is hier aan de hand? Er is een bepaalde strijd. Er is ook passie trouwens innerlijke strijd. En dan hebben we hier eigenlijk zwaarde twee. Je bent een beetje geblinddoekt. Je weet gewoon even niet wat je moet doen. Um, je weet even niet welke keuzes je moet maken. Je zit zelf in een bepaalde strijd. Uh, je hebt misschien strijd met iets of iemand. En um, ja, daar heb je gewoon eventjes mee, uh, mee te doen. En dan zien we daar de Koning van uh, Staven. Dat ben jij eigenlijk, uh, boogschutter. In die zin, dit is echt een vuurteken: hè? de ram, leeuw of boogschutter. Samen met de boom. Je bent eigenlijk naar een nieuwe balans aan het zoeken voor jezelf. Uh, hè, de verbinding met boven, de verbinding met beneden gaat veel meer stromen. Koning van staven die wil onafhankelijk zijn. Kan zijn dat je een onderneming wil gaan starten of echt iets gaat ondernemen waardoor je heel erg kan gaan groeien op werkvlak, op persoonlijk vlak. Dus uh, daar staan deze twee voor. Ga eens even kijken waar jij in gaat verkeren of misschien al in verkeerd. Ja, de een die kijkt uh, de video. Uh, op 1 januari en de ander misschien pas op de 15e. En ieder zijn proces is ook anders. Hè. Nou, we beginnen met munten 7. En die gaat gekruist met de liefde. Met in ieder geval aas van bekers. Nou, wat heb ik hier? Je hebt van alles gezaaid. Maar het gaat nog gekruist met iets wat je aan het afsluiten bent. Eh, daar zit je eigenlijk nog in. Je kijkt wel naar dingetjes die je gezaaid hebt. Ja, kan ik daar nou wel of niet de vruchten van gaan plukken? Uh, er zit wat angst op. Je bent nog een beetje met die afsluiting bezig van het oude. En je wil eigenlijk oogsten. Want die 9 staat ook voor oogsten, hè. En dan ga je weer naar de 10 uh, uh, en voltooiing. Nou, wat je uh, uh, gezaaid hebt, waar je keihard voor gewerkt hebt, dat gaat vruchten afwerpen. Dus dat is hartstikke mooi. Dan heb ik voor jou, en daar gaat het mee gekruist. Vandaar dat je hier nog een beetje met die afsluiting zit van het oude, oude strijd. Want dit is veel energie heeft dat gekost. Bekers, aas. Het hart krijgt een heel nieuwe impuls en dat gaat hiermee gekruist. Dus je hebt heel hard gewerkt aan jezelf en aan bepaalde zaken van je hè, uh, uh, persoonlijk, misschien ook met werkzaken te maken en misschien ook wel in relaties. En dan krijg je de bekers van aas. En dat betekent eigenlijk dat het hart een nieuwe impuls krijgt. Alle emoties, energie, gevoelens, die krijgen eigenlijk uh, ruimte om te gaan stromen. Berichten die naar je toe komen. En daarmee bedoel ik e-mail, letterlijk een brief, iets officieels dat naar jou toe komt. Waardoor jij misschien ook het gevoel hebt dat het gaat stromen. Uh, of het een of het ander. Doordat het gaat stromen komt dat op gang of andersom. Um, ja, en dan heb ik voor jou het inzicht. Wat ligt hier op het inzicht? Nou, wat zie jij in? Ja. De ijsbeer. En de ijsbeer kan een beetje twee gezichtjes hebben. Misschien uh, heb je dat zelf even: dat Jantje lacht. Jantje held. Uh, uh, gebeuren dat kan. Maar ook je hebt wel een bepaalde koppigheid. En je hebt wel standvastigheid. Je wil ergens naartoe. Kan ook een stukje jaloezie zijn. Wat er bij jou een beetje een rol speelt. Ehm. Um, en toch ga jij gewoon doorzetten. En kijk eens even wat hier ligt. De lovers. Je hebt hier met misschien aantrekken, afstoten te maken. Verleidingen, verliefd worden. Het is niet voor niks de lovers, hè. de geliefde. Het Hof van Eden, dus de verleidingen met de slang, aantrekken, afstoten. Lucifer, dus het verlangen, het desire. Stabiliteit tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Uh, ja, en die ijsbeer komt er een beetje doorheen. De situatie is misschien een klein beetje verziekt op de een of andere manier. Of soms kun je dat een beetje verzieken. Daar kan dat mee te maken hebben. Uh, maar het kan ook met jezelf te maken hebben dat je de ene keer lekkerder in je vel zit dan de ander. Dat je wat last hebt van uh, stemmingswisselingen. En dat, uh, dat kan, hè? dat hoeft niet continu te zijn. Maar daar kan je af en toe even last van hebben misschien. Uh, misschien ook omdat het spannend is met, met die aantrekkingskracht waar je in verkeert. Want dit duidt overduidelijk, is dat, uh, heeft dat met liefde te maken? Dat document, hè, dat kan trouwens ook met geldzaken te maken hebben. Uh, dat wilde ik ook nog even gezegd hebben. Waar gaat het dan voor jou naartoe, lieve boogschutter? Kijk eens even wat ik hier voor jou heb. Ben je er klaar voor? Het verleden achter je laten, iets te vieren hebben... Staven 4, 2, 1 2 1 Nou, dat is weer zo'n kaart. Harmonie bereikt. En wat ga je doen? Je gaat het vertrouwen achter je laten. Voor de liefde. De liefde ligt hier: een nieuw begin op liefde. Het kan letterlijk voor een kind ook staan. Um, ja, ik heb echt het gevoel dat je zo ver bent <coughs> dat je ook die stappen wilt gaan maken voor dat nieuwe begin. Um, heeft het met werk te maken, dan is dat in ieder geval werk wat je echt vanuit je hart zal gaan doen. Hoe kijk jij zelf naar de hele situatie? Wat vraag je je af? Misschien te veel van het goede. Misschien uh, uh, geniet je te veel van het leven, zal ik maar zeggen. En dan heb ik het over uh, genotsmiddelen, bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, enorm in je gevoel zitten. Je geniet ook heel erg van dat gevoel. Van jou mag dat lekker doorstromen. En heb ik hier weer dat kind. Uh, wees wel volwassen. Uh, moet ik tegen je zeggen. Want als dit. De koning van bekers daar ligt, dan kan dat met de geneugte des levens te maken hebben, dat je misschien een beetje te veel geniet. Uh, kan ook hè, met al die feestdagen. Uh, maar daarna mag je ook wel weer even voor je innerlijk kind zorgen. En die volwassenen zijn in die zin van kom op, hey, nu gaan we weer even uh, gezond doen, uh, matigen. Uh, maar je verlangt ook heel erg naar dat nieuwe begin. Zo kijk jij daar ook naar van, van ja, wat is hier allemaal gaande. Hier ook weer overduidelijk die vernieuwing. Dit is waar word jij door beïnvloed? <coughs> nou, je hebt met een uh, vrouwelijke energie te maken en een vernieuwing. Uh, het is een uh, waterteken, maar ook die vernieuwing. Hè? Die ooievaar die kijkt eigenlijk kijkt die naar boven en die ziet daar uh, die vissen liggen, wat gaat stromen. Gesprekken die je gaat voeren. Vernieuwing op liefde, een nieuw begin op liefde, of zelfs een hele nieuwe liefde. Deze mevrouw, de keizerin. Die staat voor oogsten, voor passie, voor overvloed. Uh, het is echt zo'n uh, dame in de natuur. Dat zie je ook. Hè? Alles om haar heen is er. En dingen gaan stromen. Er komt heel veel passie. Nieuwe passie, komt heel veel overvloed aan. Uh, en het is niet zo: oh, Mireille heeft dat gezegd. Ik ga lekker met mijn benen over me, uh, op de bank zitten. Ik vind het wel goed. Je moet daar natuurlijk wel zelf ook uh, stappen in zetten. Hè? Het is niet uh, de kaarten zijn gelegd, dus het is klaar. Dit is de energie. Dit is wat de energie vertelt. Dit is wat er voor jou in het vat zit. Um, ja, en dan heb ik je hoop en je vrees. En dan kom ik op uh, ja, de koningin van zwaarden. Nou, dat is wel even een ding. Daar ben je ook een beetje bang voor. Uh, de dame die rationeel en emotioneel heel goed de boel kan onderzoeken, die dingen waar kan nemen, die eigenlijk emoties ook heel goed kan aflezen. Um, je wil haar niet tegen je hebben. Um, en het hoeft niet te zijn dat het per se een dame is. Maar je, je, er zit een beetje een angst. En eigenlijk wil je dat dingen gaan stromen. Er wordt een keuze gemaakt. Er wordt een beslissing genomen. Emoties die ook uh, gaan stromen. Geldzaken die kunnen gaan stromen. Maar je bent zo bang dat het niet lukt op de een of andere manier. Hè? En ja, dan zit ik eigenlijk alweer op dat einddoel. En daarom zeg ik ook: je bent bang dat dat niet lukt. Want ik heb de duivel natuurlijk al lang zien liggen. Maar. Het is maar een kaart en het is maar een emotie en het heeft met negatief denken te maken naar de toekomst. Het heeft met bezeten zijn te maken en daarmee bedoel ik niet in de donkere wereld, maar angst heeft gewoon een bepaalde grip op je gekregen. Het heeft met waarheid te maken. Je voelt je misschien, je hebt je misschien geketend gevoeld door beperkingen waar je in zat, maar luister boogschutter, deze ligt op. Positie 10. Op de tiende positie, dat betekent het einddoel. Je bent er doorheen. Je weet nu eindelijk hoe je die ketens los kan gooien. Je hebt er geen last meer van. Uh, je hebt die beproeving behaald. Je bent eerlijk geworden naar jezelf. Eerlijk naar en verantwoordelijk naar je leven. Hier heb je ook het een en ander meegedaan. En dan heb ik je de vogelsgesprekken. Ook gesprekken die je gaat voeren over geld. We pakken er nog even een tarotkaart bij. Kijk eens even. Wat een mooi kaartje, geluk. Uh, liefde, geluk, nieuwe kansen. Omdat je eigenlijk, is dat je beloning op die kaart van de duivel? En een overwinning, de chariot, staat voor grote liefde, nieuwe liefde. Ja, eigenlijk ben ik super trots op je, Boogschutter. We kennen elkaar natuurlijk helemaal niet, maar ik uh, kijk eens even. De. He, uh, teugel, de, de teugels in eigen handen weten te houden. Met donker, met licht. Je hebt weer grip op je eigen uh, uh, duiveltje, zal ik maar zeggen. He? Zoals het hier jou nog in zijn greep had, heb jij hier deze bestert zelf in de greep. Donkerlicht weet je te beteugelen, weet je te balanceren. Je hebt overwonnen. Er is iets heel moois aan de gang. Kijk eens eventjes, de ster ligt daar. Het um, kan ook echt voor nieuwe liefde staan, maar ook voor hele mooie kansen die, uh, die, ja, die je gewoon gaat behalen. Even die wolken, nou dat is nog even dat duiveltje wat daar lag. En dan ga je ook een hele nieuwe weg in. Ik pak er nog even een bij. Dat heeft met eerlijkheid te maken, zachtheid, eerlijkheid, liefdevol. Dus dat is eigenlijk uh, waar jij rekening mee mag houden. Ik leg ze even hier neer, want je bent natuurlijk nog niet van me af. Tenzij je me zat bent, ja, dan klik je me gewoon lekker weg. Um, want wat ga ik nog even doen? We gaan nog even met de liefde aan de slag verder. Dit is even uh, werk wat ik hier zie liggen, uh, angsten waar je misschien mee te maken hebt, vernieuwing waar je mee bezig bent. Um, He, een stukje liefde erdoorheen, maar ook een enorme battle, en uh, waarin je jezelf echt een schouderklopje mag gaan geven, want je gaat hem gewoon nelen. Echt helemaal top! Heb je trouwens iets van ja, van Rijn? Ik vind het helemaal leuk. Ik zou dus een persoonlijke reading van jou willen: nou, dat kan. Check even de website www.mediummerijen.nl. Linkje staat ook in de beschrijving van deze video, en je kan natuurlijk altijd terecht op Puur Medium voor een direct telefonisch consult. En uh, vergeet ook niet om eens even naar je maanteken of je teken te kijken. Bij bloem.be kun je dat gratis. Uh, kun je uh, daar een account aan maken? En heel veel dingen kun je gratis laten berekenen. En we gaan aan een orakelkaart. Ja, aartsengel Jeremiael. Het ergste ligt nu achter je. Je hebt elke uitdaging uit het verleden overwonnen, moeilijkheden overwinnen. Bam, alsjeblieft. Wat een mooie kaart. Ik moest gewoon een soort slaak van verluchting. Nou, dat klinkt wel heel uh, van verlichting, maar ik voel een soort opluchting. Dat is wel heel lekker. Ik ga even kijken welke kleuren jou goed kunnen gaan doen voor komende periode. Daar komt hij. Oké, okay. welke kleuren kunnen de boogschutter komende periode ondersteunen? Lavendel. Verbinding van lichaam, geest en ziel. Nou, op dit moment zijn er geen lavendels te koop. Hè? Wel de plantjes, maar zonder bloemen. Um, droogbloemen heb je natuurlijk in lavendel. Lavendelzeep is ook deze kleur. Maar uh, wat dacht je hiervan? Gaat toch ook aardig in de, in de richting hè? van die een amethyst? Maar er zijn heel veel bloemen en edelstenen in deze kleuren. Sokken, kussens. Kijk zelf even. Wat je ermee kan. En dan heb ik voor jou nog koraal. Uh, laat overvloed en synchroniteit toe in jouw leven. Alsjeblieft. Dat zijn eventjes de <coughs> algemene dingen die ik jou voor jouw hele pad wil meegeven. En nu gaan we nog even extra wat. Uh... Liefde er overheen sprankelen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Waar gaat het naartoe? Wat is de liefde-romantiek boodschap voor de boogschutter? Kom maar door. Wat is de liefdesboodschap voor de boogschutter? Wauw. Het wachten is de moeite waard. Goddelijke timing is aan het werk in jouw liefdesleven, familie-aangelegenheden. Je liefdesleven zal er wel bij varen als je je ouders vergeeft. Ik wil bijna Amen zeggen. Wat een energie. Ga je doorheen? Moet je doorheen? Zul je doorheen gaan? En kijk eens wat hier allemaal ligt voor jou. Wat er allemaal mag gebeuren. Joh. Dat is toch prachtig? Nou, we gaan nog even een liefdesorakelkaart erbij uh, pakken. En uh, ik ben benieuwd. Daar gaan we. Voor altijd en eeuwig, jullie verkeren in een eeuwige gelukzaligheid. Manifestatie, je dromen zullen verwezenlijkt worden. Wauw, lieve, lieve boogschutter. Ik hoop dat ik jou door middel van deze kaartlegging, reading, heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten voor deze maand uh, heb kunnen geven. Maar vooral hopelijk ook heel veel inspiratie. Uh, ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het nou een leuke video, gooi even die duim omhoog. Uh, ben jij nog geen abonnee? Uh, hieronder kun je je abonneren, vergeet de melding niet aan te zetten. Daardoor kun je straks ook leuk meedoen met allerlei leuke winacties die er weer aankomen. Er loopt nog een leuke winactie. En uh, ja, als je deze video op jouw social wil delen, krijg je van mij natuurlijk een hele dikke duim. Delen is tenslotte vermenigvuldigen. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Je reactie hierachter laten stel ik ook heel erg op prijs. En uh, geniet van deze intense, prachtige maand. Tot de volgende. Doei doei!